het is gewoon fijn om viool te spelen. Ik ben Marleen Asberg. Ik zit sinds 1991 in het Concertgebouworkest en ik speel bij de eerste violen. Dit is een van mijn eerste fanatieke vioolstreken. Ik zie dat ik er altijd behoorlijk in zit. En dit is met mijn opa Asberg. Ik was altijd aan het zingen vroeger en hier zie je al mijn strotje helemaal openstaan. Was ik geloof ik ook wel een beetje berucht om in de buurt. Ik was altijd lawaai aan het maken. Ik was vrij jong toen ik begon in het orkest. Ik was 22. En ik voelde me gelijk thuis. Ik kwam in een vrij oud orkest. Ik was erg lang de jongste, zeker bij de violen. Maar ik voelde geen leeftijdsverschil. Ik mocht iedereen je en jij noemen. Ook de grote vedetten uit die tijd. En het voelde zo vertrouwd en mooi. En ik heb eigenlijk sindsdien altijd het gevoel gehad van dat ik thuis was met de goede mensen om me heen. En ja, volledig op mijn plek. Alle concerten vragen erg veel van je als muzikus, dus technisch gezien. Maar daarbij komt natuurlijk ook dat je eigenlijk altijd op ieder concert probeert om alles van jezelf te geven. En de ene avond lukt dat beter dan de andere avond. Het heeft natuurlijk ook erg met de dirigent te maken die ervoor staat. Haalt die uit jou wat jij in huis hebt? Ja, er zijn stukken die gaan enorm diep qua emotie. En bijvoorbeeld een tweede maler, de symfonie. Dat is dan ook wel een extreem voorbeeld van wat dat met mij als mens en met mijn emoties doet. Niet alleen dus fysiek. Dus de uitdaging om zo'n zwaar stuk vol te houden, in te studeren en mooi te brengen. Maar ook de emoties die van je gevraagd worden en zeg maar die in het stuk zo zijn uitgeschreven dat je er wel in mee moet gaan. Dan gaan we enorme herrie maken. En dat is gewoon eigenlijk niet eens zo heel erg mooi, maar als je het allemaal tegelijk speelt en ieder op zijn eigen instrument met de solisten, zangers, met het hele koor, dan je weet gewoon niet wat je hoort. Het gaat bij mij vaak zo diep dat de tranen in mijn ogen springen. En dat is dan vanaf de eerste repetitie, denk ik, oh ja, dit doet dit dus met mij. En dat is heel prachtig. Wie heeft dat nou in zijn beroep? Maar ik heb het en mijn collega's hebben het ook. We maken het mee. Het is fantastisch om mee te doen, maar het is ook heel, het heeft heel veel impact op je. Het doet zoveel met je binnenste dat je echt daar echt van moet bijkomen. Dus gewoon geestelijk ook. Je kan niet slapen, de muziek blijft nog in je systeem, in je hoofd. En het is natuurlijk het allermooiste wat er bestaat als muzikant om mee te maken. Ik denk dat ook heel veel mensen uit het publiek of mensen die ik gewoon spreek, die niet in een orkest spelen, zich dat niet zo bewust zijn, wat het met jou als mens doet, dat je zo geraakt wordt iedere keer. Om te ontspannen ga ik overdag vaak zingen. Ik ben ook zangeres en voor mij is het heel fijn om even niet die viool in mijn handen te hebben, maar ik wil nou eenmaal heel graag met muziek bezig zijn. Het is ook een andere grote liefde van mij, zingen. Ik ga dan studeren en dan ben ik even met een ander vak echt bezig. Het is echt een ander ambacht. Maar goed, het is ook muziek maken.
En daar word ik heel erg gelukkig van.